Google heeft een aantal handige hulpfuncties in Android verwerkt. Een van deze functies is TalkBack. Deze vertelt, zoals de naam al zegt, wat er zich op het scherm bevindt. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld slechtziend bent of als je niet naar het scherm kan kijken. Om TalkBack in te schakelen, ga je eerst naar de instellingen. Hier scroll je naar beneden en tik je op toegankelijkheid. Tik op TalkBack en tik op het schuifje bovenaan om TalkBack in te schakelen. TalkBack aan. TalkBack verandert de manier hoe je je toestel gebruikt volledig. Normaal tikken op pictogrammen werkt niet meer. Wanneer je namelijk ergens op tikt, wordt er namelijk verteld wat het is. Wanneer je pictogram echt wil openen, moet je hierna nog twee keer tikken. TalkBack zorgt er dus wel voor dat alles wat langer duurt. Maar je selecteert minder snel het verkeerde pictogram. Om je telefoon toch nog een beetje snel te gebruiken, zijn er TalkBack gebaren. Wanneer je op een pictogram tikt, wordt de naam van het pictogram dus voorgelezen. En wanneer je nu naar rechts veegt, wordt de naam van het volgende pictogram voorgelezen er rechtsnaast of eronder. Scrollen doe je met twee vingers. Tijdens het typen moet je even geduld hebben, want je moet steeds even wachten nadat je op een toets hebt geklikt. Einde van het veld. Wat ik het meest handige van TalkBack vind, zijn de zogenaamde gebaren met een hoek. Als je direct naar het thuisscherm wilt, veeg je omhoog en daarna naar links. Startscherm 1 van 2. Als je terug wilt, veeg je omlaag en dan naar links. Startscherm 1 van 2. Als je naar een multitaskscherm wilt, veeg je naar links en daarna omhoog. Overzicht. Wanneer je naar rechts en omlaag veegt, ga je naar het meldingenscherm. Meldingenpaneel. Al met al werkt het allemaal niet erg vloeiend, dus we snappen het als je TalkBack weer wilt uitschakelen. Om dit te doen, ga je naar instellingen. Onthoud dat wanneer je iets wilt selecteren, je eerst één keer op moet tikken en daarna nog twee keer op moet tikken. Scroll bij instellingen met twee vingers naar beneden naar toegankelijkheid. Selecteer toegankelijkheid en druk op TalkBack. Nu kun je drie keer tikken op het slidertje om TalkBack uit te schakelen. TalkBack beëindigen. Oké. TalkBack is een hulpfunctie van Google die voornamelijk is bedoeld om te vertellen waar je van plan bent op te tikken. Wanneer je alle gebaren en manieren van gebruik uit je hoofd weet, kan TalkBack erg handig zijn, zeker voor mensen met beperkt zicht. Het is even wennen, maar dan heb je ook wat.